wijze man die heeft mij op een dag verteld: de hemel, dat is eigenlijk een café. Je ziet er oude vrienden, ze hebben volop lol. Geloof me maar, het is er best oké. En onze lieve heer, dat is de beste kastelein. Hij geeft alleen maar rondjes van de zaak. Je kan een biertje pakken en feesten met elkaar. Je slaat er zo een engel aan de haak. Ja, in de hemel is een feestje. Zo'n feest is daar nog nooit geweest. Daar geniet ik van het leven, maar van het uitzicht nog het meest. Ja, het is toch heel bijzonder, zo met een engel aan de zwier. Zeg nou zelf, is het geen wonder dat daar een feestje wordt gevierd. Je zal misschien wel denken, is dat allemaal wel waar? Straks sta ik aan die grote hemelpoort. Dan vraag ik aan een engel, maar is hier het café? En vraagt hij waar dat ik dit heb gehoord. Toch weet ik bijna zeker dat er toch iets moet zijn. Een plek waar iedereen naartoe zal gaan. Dan hoop ik dat het waar is wat die oude man toen zei. Dan zullen we de tapijt openslaan. Ja, in de hemel is een feestje, zo'n feest is daar nog nooit geweest. Daar geniet ik van het leven, maar van het uitzicht nog het meest. Ja, het is toch.